Judith Lemme, regio-manager van de GGD Hart van Brabant. Het consultatiebureau in Haps blijft behouden. Daar is wat aan vooraf gegaan. Ja, dat klopt. Het consultatiebureau blijft behouden. En daar gaat vooraf dat het een locatie is die berust eigenlijk op een stukje historie. Dat wil zeggen dat bij de vroegere thuisorganisatie in de gemeente waren eerder afspraken tot de consultatiebureauvoering in Haps. En daar waren goede afspraken over. We staan ook op deze locatie waar het uitgevoerd wordt. In de zomer dit jaar is er in het algemeen bestuur een vergadering geweest waarin is gesproken over een aantal locaties die mogelijk kunnen gaan sluiten. Dat is voor de gemeente Kuik aanleiding geweest om de locatie Haps te heroverwegen. En al redelijk snel is het besluit genomen om de locatie Haps in ieder geval te behouden. Dus hij blijft, ja zeker. Ja, hij blijft, want de bekostiging die is voor de gemeente, dat betekent dat er in de begroting toch ruimte is gevonden om het te behouden. Ja, zo kunt u het zien. Ja. Dus dat zal op een andere manier zal bezuinigd gaan worden, maar niet op deze locatie. Ja. Hebben jullie nog een bredere functie als alleen voor Haps? Ja, de GGD Hart voor Brabant heeft een bredere functie op meerdere locaties. Ons gebied reikt van Brabant Noord-Oost tot en met Den Bosch en Tilburg. Maar als we puur kijken naar het stukje Brabant Noord-Oost, ben ik in ieder geval verantwoordelijk voor Land van Kuik. En dat zijn een vijftal gemeentes met een tiental locaties waar er bureau wordt gevoerd. En daarin onderzoeken we kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, maar ook de kinderen van 4 tot 19 jaar. Dus we zijn op het moment bezig met een integrale teamsamenstelling te maken, waarin we echt de kinderen volgen van 0 tot 19 jaar. Ja, nou is de bekostiging die is voor de gemeente, maar voor jullie als consultatiebureau en als GGD verandert er eigenlijk niets. Niets in de zin van de locatie zelf. Wij blijven daar ons werk doen met dezelfde kwaliteit en dezelfde mensen. Wel hebben we intern een wijziging doorgevoerd. Dat wil zeggen, we krijgen te maken met een nieuw basispakket. En dat nieuwe basispakket houdt in dat het contactschema iets aangepast is. En met als doel eigenlijk om meer ruimte te krijgen om de kinderen waar veel meer zorgen om zijn, daar meer tijd aan te spenderen. Want de mensen in Haps die zijn blij met dit besluit. Ik denk dat de mensen in Haps heel blij zijn met het besluit. Jazeker. Ja. Ze hebben zich er ook voor beijverd. Ja, ze zijn heel actief en ze zijn ook goed campagnevoerend. Dus ja. De functie van het consultatiebureau op langere termijn, hoe ziet u die? Wat er gebeurt in het gebouw is dat de kinderen van 0 tot 19 jaar worden opgeroepen. Dus naast de zuigelingen, de peuters en de kleuters worden ook de 5- en 6-jarige kinderen opgeroepen. De 9-jarige kinderen en worden kinderen gezien daar waar er reden voor is om ze te zien of te spreken. Als je het hebt over veranderingen, we zijn op dit moment in overleg met de gemeente van blijven we op deze locatie binnen Haps of niet. Omdat er met name vanuit de raad het signaal is gekomen, bestaat de mogelijkheid om het te verschuiven richting de basisschool. Dat signaal heeft de gemeente bereikt en ons bereikt en daarover zijn we met elkaar in overleg om te bekijken van hoe haalbaar is dat. Dus, ja. De zorg is zorgelijk, anno 2014. Kun je dit zien als een kleine overwinning, een waarborg? De zorg is zorgelijk. Ik denk dat u bedoelt de bezuinigingen. Ja, met z'n allen hebben we te maken met bezuinigingen. Links of rechtsom, we zullen moeten gaan bezuinigen. Dus wat dat betreft, zorgelijk is het niet. Want we gaan toch voor dezelfde kwaliteit. Alleen dat betekent dat je dus op iets anders moet gaan bezuinigen als wat je voornemens was. Dus, maar we gaan voor de kwaliteit. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Ja.